Wat ken die man een hoop, hè? Wat ken die man een hoop, hè? Ja. Zo, voor de mensen thuis. Het zit erop, de laatste voorronde van Bruin Café Got Talent. Wat betekent dat nu? De jury hebben de punten opgeteld en we zijn eruit. Volgende week zondag is de halve finale. Voor alle kandidaten die meedoen, zeg ik dat even op deze manier. Wees op tijd. We beginnen om 4 uur. En om 3 uur, ongeveer 3:30, moet je aanwezig zijn. Want dan gaan we strakke schema aanhouden. Vandaag ging het wat moeilijk, we hadden Feyenoord ook in het café. En natuurlijk, heel veel mensen, de klok was vooruit gegaan natuurlijk. Dus we zitten een beetje raar in het element. Dat kan gebeuren natuurlijk. Goed, we gaan naar de hoofdgeiten breien. Met het vele haar, waar is die? Ik zie, er ligt haast niks. Warm met een warm applaus, staat hij weer met mijn vrouw te vozelen. Met een man met de vele haar ga ik de microfoon overgeven. Warm met de voorzitter van het Bruin Café Got Talent. Hier is die, Wim Hogebrugge. Ja, al met al heb ik heerlijk genoten van de artiesten weer. Ik wil alle artiesten hier even op podium hebben als dat kan. Ja, dat moet maar even. Nou, dat gaat goed, dat gaat goed. Ja, tuurlijk. De kleinste voorop. Nou, dat zou wat leuk zijn als dat op YouTube komt, hè, zo'n filmpje. Staan we met z'n allen op het podium, krak, en dan gaan we met z'n allen. Nee, ik denk, er komt er even wel een podium op zetten. Nee, maar ik zat erbij. Ja, dat komt goed, jongens. Ik ga het hier even staan zo, dat jullie allemaal lekker Willem, in beeld zijn. We doen even jouw favoriete liedje op, ja? Dat doen we elke week, hè? Let op, daar komt hij. Speciaal voor Willem. Juist, heel goed geraden. Daar gaan we. Goed Willem, jij het woord. Ga je gang. Ja, dat, zo kan die wel weer, hè? Ik ga beginnen met de... Afvallers. Ja, het is altijd zo dat het slechte bericht moet je ook kunnen ontvangen. Dat is Rachel in dit geval en Albert. Nee, blijf staan. Oh ja, ja. En nog eentje. Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. Ja. Yvonne. Je bent er net niet doorheen. Maar dat kan door de kou komen. Dat kan ook door je ribben komen. Maar ja. Het is nou helemaal zo. Na de halve finale gaan Ingrid, Mario en Amanda, die kwam net 1 puntje tekort. Maar wat niet is, kan nog komen. Want jij had ook oorontstekingen. Ja, nee, oké. Dus daar houden we ook rekening mee. En naar die finale gaan. Robert, Adrie en Klaas. Fantastisch. Echt waar. Jeffrey. Naar de finale. En dan hebben we ze gehad voor vandaag. Dus, heel veel succes gewend. Nee, die is afgevallen. Ja? Dat was het voor vandaag. Dames en heren, zoals altijd, alsjeblieft. Gaan we natuurlijk ook even de jury bedanken voor vandaag. Allereerst de enige dame in het midden, Antoinette. Waar, kijk eens. Neem lekker mee naar huis, dankjewel voor je aanwezigheid. Leuk dat je er was. En natuurlijk, Mario.
en Mario. Dus voor mij, maakt het voor mij heel erg makkelijk. Hier staat Mario 1. Mario 2. Reken ik ook goed. Kijk eens, alsjeblieft. En natuurlijk de voorzitter van de jury, Wim Hogeburg. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Met de halve finale, jongens. Dat gaat heel spannend worden. En niet te vergeten, volgende week gezellig hierheen komen. Rij voorzichtig naar huis, Henry. Ja, dan gaan we even naar de reclame en zijn we zo weer terug. Ik zou zeggen, we blijven nog een klein beetje nazingen na Galmeer in het Bruin Café. Ik zou zeggen, tot de volgende week.